Het kost je iedere maand dik 100 euro. Of dat zo blijft of dat het nog meer wordt, hoor je uiterlijk zondag. Dan moeten alle zorgverzekeraars hun nieuwe premie voor het komend jaar bekendmaken. Wij helpen je met vijf vragen en de bijpassende antwoorden natuurlijk. Misschien wel de belangrijkste vraag: valt er wat te verdienen? Nou, zeker wel. Een paar verzekeraars hebben een premie al bekend gemaakt. Bij het kleine DSW is die 107,50 euro. Deltaloid rekent 119,50 euro per maand. En je krijgt er eigenlijk precies hetzelfde voor. Dus shoppen en eventueel overstappen loont wel degelijk. Hoe kan dat nou? He? zoveel verschil. Nou, alle verzekeraars die maken een rekensom. De basis daarvan is de inschatting van de zorgkosten. Dus hoeveel operaties, medicijnen en fysiobehandelingen worden er gedaan komend jaar? Die inschatting wordt gemaakt door het ministerie en is dus voor iedere verzekeraar eigenlijk hetzelfde. Daar tellen ze bij op de uitvoeringskosten. Verzekeraars hebben personeel in dienst, kosten voor gebouwen, reclame en dergelijke. Dat is de tweede post. En dan is er nog een derde post, een hele belangrijke, de buffer. Een verzekeraar is verplicht een spaarpot aan te houden als het een keertje tegen zit. Er komt dus nog een bedrag bij om die buffer aan te vullen. Of als die buffer al hoog genoeg is, kan er geld uitgehaald worden om de premie weer te verlagen. En vooral dat laatste, die buffer, bepaalt het verschil in premie tussen de verzekeraars. Vraag is dan, kunnen ze niet meer van die buffers inzetten? Nou, kan wel, maar niet onbeperkt. Eind vorig jaar bedroegen de buffers van verzekeraars bijna 11 miljard euro. De wettelijke minimumbuffer, dus wat ze ook echt in kas moeten hebben, is 7 miljard. Er is dus 4 miljard euro over. Maar je kunt die 4 miljard niet zomaar gebruiken om de zorgpremie te verlagen. Want je wil met die buffer niet op dat absolute minimum gaan zitten. Dan gaan iedere keer alle alarmbellen weer af als je eronder schiet. Dat wil je niet. Bovendien. Als je die 4 miljard nu gebruikt om de premie te verlagen, dan is die in één keer op. En dan zit je een jaar later weer met een fors hogere premie. Maar goed, er is op basis van die buffer, die 4 miljard, dus wel wat ruimte om de premie te verlagen. En dat doen verzekeraars trouwens ook wel. De volgende vraag is: kunnen verzekeraars niet gewoon wat minder reclame gaan maken? Want ja, het overstapcircus gaat weer beginnen de komende maanden met advertenties op radio en tv. Proberen verzekeraars klanten van elkaar weg te pakken. Toch valt daar het grote geld niet te halen, hoor. Kijk maar, verzekeraars gaven vorig jaar 34 miljoen euro uit aan reclame. Dat is alweer minder dan de jaren ervoor trouwens. Dat klinkt als een behoorlijke smak geld, maar ja, per verzekerde is dat een euro knaak per jaar. Dus nee, ook dat gaat het grote verschil niet maken. Kan de premie dan niet omlaag als verzekeraars goedkoper gaan werken? Ja, dat zou kunnen. Verzekeraars maken voor iedere verzekerde gemiddeld 92 euro aan kosten per jaar. Dat zijn dan de salarissen, kosten voor gebouwen en ook die reclame waar we het net over hadden. Die kosten die dalen al wel een paar jaar op rij. Maar ja, het kan misschien nogal wat goedkoper. Zou kunnen. Laatste vraag: hoe zit het dan na volgend jaar? Wat gaat er dan met die premie gebeuren? Dat nou, hangt van een paar dingen af. Eén, uh, hoeveel zorgkosten maken we met z'n allen? Trend is dat die kosten nog steeds stijgen, dus stijgt ook de zorgpremie. En dat hangt af van de buffers. Wat gebeurt daarmee? Hoe groot zijn die? En hoeveel willen zorgverzekeraars daarvan gebruiken om de premie te verlagen? En Een derde punt: het hangt af van het basispakket. De afgelopen jaren is dat pakket steeds verder uitgebreid. Een soort fysiotherapie nu vaker vergoed. En ondanks nog werd bekend dat een nieuw duur medicijn tegen taaislijmziekte ook in het basispakket komt. En hoe meer zorg er onder dat basispakket valt, hoe hoger de premie.